Dit laadplein mag je slim noemen omdat dit laadplein automatisch op basis van software de aanwezige capaciteit verdeelt over de auto's die laden. En hierdoor kun je op een kleinere aansluiting meerdere laadpalen plaatsen. Een van de grote zorgen is voor de toekomst wel de capaciteit van het net. En hiermee wordt er eigenlijk gezorgd dat die capaciteit zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Je zou het zo kunnen instellen dat bijvoorbeeld op momenten dat de wind hard waait, wanneer er bijvoorbeeld veel windenergie beschikbaar is, dat de prijzen lager zijn. En dat op de momenten dat er minder energie beschikbaar is, dat de prijzen hoger zijn. En we zitten in een situatie waarin we steeds meer duurzame energie hebben. En dat betekent dat we ook steeds meer te maken hebben met meer pieken en dalen. Wat betreft de energieopwek. En dus steeds meer fluctuaties in het net eigenlijk gaan zien. En de auto kan daar een hele belangrijke rol in vervullen. Slim laden biedt ook financieel kansen. Straks kan je gewoon zeggen van nou goed, doe mijn auto maar op het moment dat de stroom heel goedkoop is. De druk op het net zal de komende jaren alleen maar toenemen, evenals de vraag naar energie. Daardoor is het extra slim om nu in te zetten op slim laden. Beter dan de ouderwetse laadpalen.